Like challenge. Like sneller dan dat ik 3 keer, niet 2 keer, maar 3 keer. Kissy missy zeg. Eigenlijk was dat al 1 keer. Nog maar 2 keer te gaan. Kissy missy, kissy missy. Ik was sneller. Ik heb een update. Eigenlijk een nieuwtje. Huggy Wuggy, onze blauwe teddybeer, die leeft. Waarvan sommige mensen denken dat het een pop is. En anderen een robot. Of een levende pop. Is eigenlijk een mens. Een mens in een kostuum. Oké, dat is nog niet zeker. Maar het is een theorie. En ik heb bewijs. Ik kwam dit gisteren tegen en mijn gezicht was... Ik was geschokt. Als je namelijk goed kijkt naar de ogen van Huggy Wuggy, zie je er mensenogen in. Niet alleen dat, maar mensen denken dat het dus een kostuum is. Dat iemand zoals mij... Misschien niet zoals mij, maar een ander iemand in het kostuum van Huggy Wuggy of Kissy Missy zit. Er zijn zelfs mensen die denken dat hij er dus zo uitziet. Of zo. Of misschien zo. Spam in de comments. Wat denk jij? Pop, mens, robot, wat is het? Maar eerst een filmpje. We hebben Kissy Missy en Huggy Wuggy en de speler die voor ze wegrent. Oh my gosh. Hij kijkt er heel blij bij. Zij ook. Dus dat is payback. Dat is misschien iets te veel payback. Je kijkt blij. Jij kijkt ook blij. Kissy missy. Huggy buggy. Jongens, het is goed zo. Hij deed het maar 1 keer. Jongens, zijn wang is blauw. Oh my gosh. Maar wat is dit? We hebben hier Huggy buggy en... Dramatisch. Hij kijkt verdrietig. Hij heeft de sleutel. Zij kijkt verdrietig. Ze heeft een hand. Oh, de speler is zo cute. Oh nee. Je bent een peanut. Het is tijd voor een battle. Huggy Buggy, SpongeBob, Freddy versus de Squid Game brug. Wie gaat er winnen? Ik denk dat SpongeBob gaat winnen. En SpongeBob is als eerst. Oké, gele spons, kaas, soufflé, ding. Je kan dit. Ik bedoel, come on, je komt uit het water. In het ergste geval val je naar beneden, maar dan bounce je weer omhoog. Dit is een andere dude. Ik weet niet van welk spel of van wat. Maar hij doet het goed. Hij heeft ook gewoon een hand in zijn zak alsof het niks is. Oké, heb je de goede... Oh, dat was niet slim. Oké, SpongeBob, je kan dit, man. Jij weet nu in ieder geval wat de verkeerde keuze is. En maak dus alleen nog maar de juiste keuze. SpongeBob heeft niet gewonnen. Het is aan Freddy. Oké, Freddy ziet er best wel zwaar uit. Dat is geen belediging. Ik bedoel meer van, het is een robot ding. En dat is metaal. En dus best wel zwaar. Hij doet het goed. Oké, come on. You got this, man. Je gaat dit goed doen. Elke keer als ik het zeg. Oké, we hebben hier een imposter in een Squid Game kostuum. Nummer 4. Oké, kom maar, je bent klein. Ik bedoel, elk soort glas kan jou houden. Je bent eigenlijk gewoon een dopert. Als je dit verpest, echt waar, dan eet ik mijn mouw op. Ik eet serieus mijn mouw op. Want jij kunt dit niet verpesten. Je bent... Heeft iemand mayonaise? Taco saus ook goed? Nee, Bob. Droog. Maar nu is het aan Huggy Wuggy. Oh, dat meisje gaat vallen. Oh, snap. Wacht, wat? Hey, met dames gooien, Huggy Wuggy. Dat mag niet. Oh, Huggy Wuggy die is echt heel slecht getekend trouwens. Sorry dat ik het zeg. Ik wil niet zeggen dat ik het beter kan, maar meer van... Het is echt zo droog. Wat gebeurt hier? Kissy Missy hangt aan een brug. En de speler is de enige die haar kan redden. Kom op, man. Doe het. Hij gaat haar sowieso redden. Kom op. Waarom heeft hij een snor? Ineens. Kom op, red haar. Oh, hij neemt het heel serieus. Gaat hij haar redden? Hij is Minecraft aan het spelen. We hebben hier imposters en crewmates. Half Squid Game-achtig. En schijnbaar is er een indringer. Alleen deze keer is de indringer geen imposter. Iedereen is bang. Waarom gaat het licht uit, jongens? Oh. Oh my gosh. Het is Huggy Wuggy in Among Us. Dat is op zich best cool. Laat maar. Ik neem mijn woorden terug. Ik vind het niet cool. Ik vind het gewoon eng. Oh nee, het licht is weer uit. Oh, hij staat ineens daar. Ik moet wel zeggen, hij heeft best veel gegeten. En ik geef hem geen ongelijk, want als ik zo kijk, zien de crewmates er eigenlijk best wel uit als jellybeans. Ik heb zin in jellybeans. Oh my gosh, Huggy Wuggy en Kissy Missy. Wat zijn ze van plan? De speler heeft geen idee. Ik heb geen idee. Dat lijkt me niet handig. Ik bedoel... Alweer. Gaat dit weer dezelfde animatie zijn? Ik vind het gewoon oneerlijk. Ik vind het gewoon oneerlijk. Oké, dit kan spannend gaan zijn. Ik ben namelijk degene die... dit bestuurt. Oké, wacht even. Hij kijkt blij. Als het inderdaad een pop is, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Hij staat daar als een standbeeld. We got this. Waarom beweegt zijn hoofd mee? Waarom? Jongens, hij kijkt een beetje eng naar me. Ik ben geen ijsje. Je kunt me niet eten. Waarom gaat het licht uit? Oh. Ren. Oké, wat ik ook doe, niet achterom kijken. Oh, ik keek achterom. Pepperoni met kruidenkaas en groene ananasstukjes uit het moeras van Shrek. Dat is het engste wat ik ooit heb gezien. Naast mijn oma in de badkamer. Dat was echt eng. Oké, dat waren spannende filmpjes. Maar als Huggy Wuggy een mens is, in een kostuum, dan zou dus ook ik, au, mijn oog, Huggy Wuggy kunnen zijn. Misschien moet ik dat proberen. Ik zit in de verlaten speelgoedfabriek, waar het Huggy Wuggy spel zich afspeelt. En als het goed is,
Wow, dit is de speelgoedwinkel. En dit zijn de dozen van Huggy. Maar als het goed is, als ik de juiste kant oploop, kan ik mijzelf inderdaad veranderen in Huggy Wuggy. Je ziet nu ook gelijk het verschil tussen de lieve en niet zo lieve. Oh, maar dit is zo cool. Nu ik er logisch over nadenk, het zou op zich best kunnen dat Huggy Wuggy geen levende pop is, maar gewoon een mens. En I don't know, misschien vind ik dat zelfs wel enger. Want wie is het? En waarom draagt hij het kostuum? Zoveel vragen. Het is tijd voor wat anders. Ik heb trouwens een cool trucje. In Roblox kan ik mijn kleding veranderen. Mega snel. Maar in het echt ook. Roblox in real life. Ik ben aan het wachten op de bus. Oh snap, wat is dit? Oh my gosh, wat? Zijn dit de taxis van de toekomst? Gast, ik wil dit hebben. Als Bob dan irritant doet, dan vlieg ik gewoon weg. Dat is niet aardig. Het is zo. Waar ga ik naartoe? Oh my gosh, dit is epic. Het was inderdaad een taxi. En in dit spel kan ik mijn eigen huis bouwen. Gast, doe normaal. Oh, ik had mijn kleding nog aan. Ach ja, whatever. Hey, ik zie daar een vliegtuig. Kan ik op vakantie? Maar even serieus. Dit huis. Waarom heb ik een hartjesmuur? Dit huis is amazing. Ik heb een hele mooie keuken met een roze blender. Een super cozy woonkamer. Zie me flexen dan. Ik vind het alleen zielig voor dat hert. Gelukkig kan die van de vier wel de tv zien. En als ik naar boven ga... Oh, snap. Wacht even. Heb ik een baby? In dat geval ga ik nu even uitrusten. Ik heb hier mijn computer. En achter deze deur de badkamer. Als dit de badkamer zou zijn, dan zou iedereen in Liftopia mij kunnen zien douchen en plassen. Nee, het is het balkon. Kan ik vanaf hier in het zwembad springen? Ik heb zelfs zo'n moderne stofzuiger. Wauw. Dit vind ik de leukste kamer. Schattig. En achter deze deur, eindelijk. Ja, wat? Ik ben ook maar een gewone mens. Hé, dit is wel... Ik vind het ook zo mooi. Ik lig gewoon met mijn kleding in bad. Alsof dit de normaalste zaak is. Aanschouw. Mijn auto. Dude, er zit een tv in. Wie wilt er een ritje maken met mij? Dit ding is mega lang. Ik noem hem hotdog op wielen. Oh, maar dit is zo gaaf. Maar wat is nou het allerduurste huis? Oh my gosh. Ik heb een discotheek als huis. Waarschijnlijk is mijn wekker dan... Iedereen die appel in de comments spamt, is welkom in mijn discotheek. Dit zijn niet echt de typische disco-stoelen. Wacht, is dit wel een discotheek? Waarom staat er een wasmachine in de keuken? Wacht even. Hier kan je lekker chillen. Oh my gosh. Wow, check dan. Ik heb gewoon mijn eigen piano. En ik kan geen eens piano spelen. Of tenminste, in dit spel wel. Het is ontroerend. En ik heb een prachtig uitzicht. Op een luchtballon. Oké, dit is wel echt heel gaaf. Ik weet niet zeker of dit een disco of eerder een restaurant is. Maar dit is zo random. Hier ben ik in een disco en hier ben ik ineens weer in mijn huis. Ik snap het niet. Maar ik heb een badkamer. Maar dit moet toch wel echt enorm duur zijn. Even bijkomen van mijn muziektalent. Je zou hier wel echt perfect verstoppertje kunnen spelen. Wat zit erin? Oeh, er zit geld in. En dit is mijn derde huis. Ik speel dit spel pas 3 minuten. En ik heb al 3 huizen. Oh, dit lijkt wel op een kunstwerk. Oké, we gaan eens even kijken hoe het eruit ziet. Oeh, waarom lijkt dit op een kleuterschool van binnen? Serieus. Alsof je hier de kleuren gaat leren. Hier worden van die vieze groentepapjes ingemaakt. Eigenlijk zijn die best lekker. Bro, deze trap is kapot, stel man. Wil je dat ik iets breek? En wat hebben we hier? Hé, maar dit is wel gaaf. Ik weet niet, maar dit heeft een hele, toch ook wel enge vibe. Dit is echt zo'n perfecte locatie waar gewoon een soort van Huggy Wuggy. Hier is het toilet en daar staat een ijsbeer. Mijn leven is compleet. Maar dit is echt zo'n perfecte plek waar een soort van Huggy Wuggy achter je aan zou kunnen zitten. Bro, deze indeling. Hier staat ineens random een blender. Wacht eens even. Yes. Oh, dit ziet er kapot lekker uit. Ik heb het in 1 hap gegeten. Hier hebben we nog een soort van slaapkamertje. Ik ben iets aan het doen. Ik ben op mijn keyboard aan het mappen. Oeh, oeh. Ik ben op mijn training. Oeh. Stel voor je ziet iemand gewoon zo door de stad lopen. Gewoon met 20 kilo aan gewichten. En ik heb een buitenbad. Wel iets kleiner dan bij mijn vorige huis. Dus ik wil deze niet meer. Weet je, laten we het een cijfer geven. Ik geef dit huis 7,5. En dit is mijn volgende huis. Ik zie nu al allemaal camera's. Oh, dit lijkt wel op een... Op een laboratorium of zo. Mars? Even serieus. Dit is geen huis waar je moet wonen als je slaapwandelt. Misschien dat je per ongeluk iets omstoot 's nachts en gewoon de wereld opblaast of zo. Oh my gosh, dit is epic. Ik zit vast in mijn laboratorium. En ook deze deuren houden. Ik heb gewoon een bar. Oké, dit is tot nu toe mijn favoriete huis. Voel me echt super machtig als ik hier rondloop. Het ziet er alleen allemaal zo oncomfortabel uit. Deze stoelen lijken wel uit Minecraft te komen. Wat hebben we hier? Oh. Ik zit echt op het toilet. Alsof ik aan het nadenken ben hoe ik mijn crush ten huwelijk ga vragen. Zou ze mij ook leuk vinden? Ze keek wel naar me in de les. Maar ik ben trouwens een beetje ontevreden. Die toiletrol, die hangt veel te hoog, joh. Laat me, oké? In dit spel ben ik verwend. Ik heb trouwens wel mega veel slaapkamers, man. Ik heb gewoon een stapelbed. Ik zie er heel eenzaam uit. Ik vind het een beetje eng. Ik geef het een 6. Oh, snap. Hé, maar dit is epic. Dit geeft mij een hele avontuurlijke vibe. Dit is een dojo. Toch? Oh my gosh. Ja, toch? Oké, ik moet zeggen, deze heeft al een pluspunt. Maar kan ik ook? Oh my gosh, ik heb een zwaard. Jongens, ik ga een salade maken. Alleen nu vraag ik me wel af, kan ik hier ook wonen? Ik bedoel, ik heb wel een soort van een bed nodig of zo. Oh,
Kijk, er is een toilet waar ik alleen op kan zitten zonder mijn armen. En het toiletpapier hangt ernaast. Beter dan net. Oh, de keuken is ook mooi, man. Ik heb hier nog een mooi balkonnetje. Dit is misschien wel mijn favoriet. Het ziet er allemaal super relaxed uit. En ik lig ook wel een soort van chill. Deze, die voel ik wel. En ik mag zo van het dak afspringen, want ik ben een ninja. Deze krijgt een 8. Moet ik dit vaker spelen? Spam dan ja in de comments. Kissy missy, huggy, buggy in de buggy. Adios.